Wat is dat, Frank? Een tovertafel. Ja, het klinkt wat magisch bijna. Ja, ja. Ja. Het is, het is eigenlijk, als je het ziet, heel simpel. Het is een kastje wat aan het plafond hangt. Met een heel spellenpakket in. En dat projecteert de spellen dus op tafel of op de vloer. Dat is afhankelijk van hoe het ingesteld is dan. En dat is een interactief gebeuren. Oké. Er is ooit... Dus gewoon op een willekeurige op tafel. Op een willekeurige tafel. Gewoon een projector die aan ja, een soort beamer, ja. En het hele spellenpakket, zeg maar, de software zit daarin. En daar zitten allerlei varianten spellen in. Ik zal zo een voorbeeldje geven. Maar er is ooit op basis van een promotieonderzoek... is dat door iemand ontwikkeld. Hester Leries. En zij is daarmee doorgaan. De eerste versie die gemaakt is voor dementerende geweest. Eigenlijk is die tovertafel wordt gemaakt voor, om mensen door middel van spel, zeg maar, op allerlei facetten te ontwikkelen. Dus sociaal, het dingen samen doen, het reageren op dingen. Ja, actief te houden ook een beetje. Ja, en voor dementerende is ooit de eerste versie gemaakt. In de zorg is dat al een heel wijdverbreid gebeuren. Mm-hmm. Inmiddels is er ook de tovertafel up. En dat is dan voor mensen met een verstandelijke beperking. Met name ouderen met een verstandelijke beperking. Yeah. En sinds anderhalf, twee jaar is er ook het pakket Sprout. En dat is voor onderwijs en speciaal onderwijs. Het pakket Sprout? Sprout, zo heet het. Ja, okay, op de website van de tovertafel. Is het Engels voor spruitjes of niet? Weet ik niet. Wij hebben een aantal enthousiaste collega's die ons daarop wezen. Die ook linken hadden met de zorg. En die zijn zelf gaan kijken. Die hebben ons enthousiast gemaakt. We hebben een demonstratie binnengehaald van de tovertafel. En alle collega's die dat gezien hebben, zeggen van, nou, daar willen we wel voor gaan. Ja. Alleen er is wel een fors bedrag voor nodig. Dus, Dat kost wat. Dat kost zeg maar zo ongeveer 7.500 euro. Doe maar. Dus dat is toch een behoorlijk pakket. Er zit dan ook onderhoud en al dat soort dingen bij. Ja, oké. Maar we zijn aan de slag gegaan. En we hebben gezegd, nou, hoe kunnen we dat doen? Ik heb ook het projectplan voor me liggen. We hebben allerlei dingen bedacht waardoor we geld binnen kunnen halen. Mm-hmm. En we vinden het vooral van belang, zeker met onze jonge leerlingen. En ook die leerlingen die wat meer in de dagbesteding zitten. Dat zijn leerlingen die toch meer aan dit soort facetten hebben. Die moet je veel meer stimuleren op sociaal gebied. Die moet je door middel van spel tot leren brengen. En daar kan dit een hele goede, een heel goed hulpmiddel bij zijn. Heeft het ook te maken met de beeldcultuur waar we in zitten? Of is die link er niet echt? Het interactieve vooral. Ik voel hem niet per se. Ik zal een voorbeeldje noemen. Op zo'n tovertafel kan bijvoorbeeld een strand geprojecteerd worden. Water en zand. Op het moment dat leerlingen met hun hand op die tafel slaan, dan gaat dat water dus golven. Mm-hmm. Dan krijg je dus de reactie van, hey, verwondering. Ja. Van, wat doet dat? En dan gaan kinderen gaan uitproberen. Wat gebeurt hier? Ja. Ze kunnen ook met hun hand achter visjes aangaan bijvoorbeeld. Van, proberen visjes te pakken. Op een bepaalde manier draaien met cirkels. Net zo lang draaien tot die cirkel zo groot wordt dat die uiteenspat en die allerlei leuke kleureffecten krijgt. Dan zien kinderen ook, er gebeurt iets. Ja. Ik breng iets tot stand. Dat is mooi. Dus daarmee stimuleer je eigenlijk ontwikkeling. En ook het samen daarmee doen. Want de een kan daar niet zo goed in zijn, in dat draaien. Nou, ik help je wel even. Dus ik heb de voorbeelden gezien. We hebben onze leerlingen er allemaal mee aan het werk gezet tijdens die demo. Oké, ze zijn ermee bezig geweest tijdens die demo. En dat stimuleerde enorm. Dus we hebben gezegd, daar gaan we voor. En wat betekent dat voor jullie als begeleiders? In welke zin? Nou, in die zin, dat is een andere manier van met je leerlingen aan de slag te zetten. Het is eigenlijk... Verlichtend voor het werk of is het een extra toevoeging? Het is weer een extra aanvulling, extra activiteit, extra materiaal en middelen. We zijn altijd steeds op zoek naar wat gebruik je om leerlingen te stimuleren, om ze verder te brengen in de ontwikkeling. En dat is een van die dingen. Dus het is in het kader van je weekgebeuren met zo'n leerling, kan het op een aantal momenten ingezet worden waar we nu ook onze jonge leerlingen veelal door spel en ontdekkend leren, spelend leren, proberen te ontwikkelen. Is dit ook zoiets? Ja. Het is mooi, het is ook een beetje van nu. Ja, toch? Zeker. Ja. Zo werkt het ook wel weer. Ja. Waar sta je nu met de actie? Wij zitten nu op 6.000 euro. Oei, dat is knap. Dus, en dat hebben we op allerlei manieren gedaan. We hebben natuurlijk ouders, we hebben bedrijven, we hebben ons eigen netwerk aangesproken. Onze stagebedrijven, onze oudste leerlingen stage lopen. Mm-hmm. Hele fanatieke ouders die aan de slag gaan voor ons en die dan ineens geld ophalen. Collega's die bij allerlei bedrijven of bij goede doeleninstellingen gaan rondvragen. Gaat het lukken? Dat gaat lukken. Ik hoop zelfs dat we het voor de zomer af kunnen ronden. Dat we kunnen zeggen, we kunnen hem bestellen en we kunnen hem rond de zomer ophangen. Want het zou mooi zijn. We zijn in april gestart. Ja. Dus we zijn nog geen jaar bezig. En ik denk zeker dat het gaat lukken. Oké, het is positief nieuws. Ja, positief nieuws. En voor degenen die luisteren en die misschien nog iets willen schenken.
contact gegeven staan op de site. Ik wilde altijd, het net zeggen. Ja, ze mogen contact opnemen met mij. Mijn contact gegeven staan op de site. Zelfs het rekeningnummer van waar gestort kan worden, staat op de website. Staat er allemaal bij. En ja. Dan gaan we naar, ik heb hier nog staan www.winget-vso.nl. Ja. Is dat het juiste website? Dat is de website waar de hele school maar als ik intik de regenboog, de Winget, de neus, en dan kom ik ook op jullie website. Ja, dat staat op de frontpagina staat zelfs de actie. Dus, Oké, leuk.